Het toestel van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM dat dinsdag aan de ketting was gezet in Miami is gisteravond geland op Surinaamse bodem. Met een aflossing van 650.000 Amerikaanse dollar werd de KIS weer vrijgegeven. Directeur Paul De Haan zei gisteren in het programma ABC Actueel dat de vliegmaatschappij een betalingsachterstand heeft. Dat dateert uit het begin van de COVID-pandemie vorig jaar maart. Minister Armand Achai-Bashing verzekerde eerder deze week tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée dat de KIS deze week weer terug zou zijn in Suriname. Inderdaad is het toestel aan de ketting gelegd door een schuldeiser. Maar we hebben dit kunnen oplossen, voorzitter. Terwijl ik hier zat, hebben we 650.000 US dollar kunnen vrijmaken om dit toestel vrij te krijgen. En hopelijk kunnen de passagiers vanavond of vannacht nog terugvliegen naar Suriname. Dus, maar dit moet verder wel structureel aangepakt worden, voorzitter. Achai-Bashing zei verder dat het probleem van de betalingsachterstand structureel zal worden aangepakt. Hoe groot de totale achterstand is, is nog niet bekend. In de samenleving ontstond er enorme belangstelling voor de inbeslagname van de Boeing. De beelden van het toestel dat gesleept werd over een vliegveld in Miami gingen viraal. Directeur De Haan zegt dat het directieteam er alles aan doet dat dit probleem zich nooit meer herhaalt. De SLM is volgens hem continu in overleg met de schuldeiser. Er is ook overleg gepleegd met de passagiers die vanwege het geval gestrand waren. De hotel- en verblijfkosten van deze mensen zijn gedekt door de SLM. Het toestel landde gisteren na 9 uur in de avond op Surinaamse bodem.